En hallo daar, welkom bij deze nieuwe aflevering van Harry Potter en de Stenenwijze. Hier zo hebben we Hermeline. Hallo. Hallo Harry, it's me, Hermione Granger. Ja? You met on the Hogwarts Express, remember? Ja, dat weet ik nog wel, ja. The fence against the dark arts is through this door. Follow me. Is goed, joh. Dan gaan we naar... Weet je wat? Ik volg jou niet. Ha, 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 ha. Nee, is dat Fielder? Ja, dat is Fielder. Hallo, Fielder. Hallo. Move along, Potter. Keep away from this corridor if you know what's good for you. Oké. Ha, Fielder is wel een van mijn favoriete karakters uit de films en al dat soort dingen. Want ja, hij is gewoon echt altijd zo bazig over iedereen. En ik vind het gewoon echt geniaal, want hij heeft gewoon een kattenvel gehad. Volgens mij is hij gewoon eigenlijk een 80 jaar oude cat lady, om zo maar te zeggen. Today we learn how to protect ourselves against the dark magic. En ik hoor nog steeds. With the flippendous spell. Oké. Ik ben hier zo echt zo slecht van. Maar ja. Doe vrij. En repeat the pattern. Ik ben hier zo fucking slecht in, maar ja. Oké, we gaan beginnen. Ik ben hier echt zo pakken slecht in, want mijn muis zit nu in mijn rechterhand. En ja, bij links van de mensen gaat het niet zo goed mee. Dus ja, weet je wat, doe ik gewoon weer terug zo, hoppa. Nou, ik moet 50% halen, dat haal ik volgens mij net niet. Oh, 58%, goed genoeg. Flipendo! Flipendo! Hou je bek, Harry. Well done. But I think you can improve. Ja, dat denk ik ook. 5 points for... Fuck yeah, 5 punten! Go on, Mr. Potter. Try again. Oké, weet je wat? Dat zou ik doen. Oké, dat ging echt helemaal fout. Hier is het... Ah, fout. Nou, 65% ga ik echt niet halen. Dat weet ik nu al. Kijk maar. 53%. Nee, niet gehaald. Ik ben hier echt zo slecht in. Ik heb nog nooit hoger dan 60% gehaald bij... Ja, eigenlijk iedereen die les geeft. Dus bij Incendio, bij Flipendo, bij Michael Levioso heb ik nog nooit hoger dan 60% gehaald. Zelfs niet bij Lucas en Anna Humora die gaan leren. Follow me, Mr. Potter. Ja, gelukkig dat jullie nog zo'n popfilter erbij hebben. Anders hoorde je het echt gewoon keihard. Ah, lekker. Hold to down the mouse button to aim the Flipendo spell. Release the button to cast the spell. Try it on that barrel. Ah, professor Kroeger, je stot uit. Flipendo, je kop eraf. Waarom lukt dat nou niet? Flipendo! Mijn naam is deze Peter Schaap. Dat is waar. Flipendo! Kijk, nog een keer. Hoppakee. Wat jou van Tom? Tonnetje rond. Hey. Kan ik deze? Nee, die kant kan ik ook niet op. Deze kant wel. Oh, wacht. Ja. Hallo, daar zo. Hoe de fuck kom jij hier? Cast your Flipendo spell at the switch on the wall to open the door. Oké. Flipendo affects all sorts of things, such as this dat is goed. Ik knock zal it over, Mr. Potter. Overknocken. Zo, gewoon. Zo. Hoppa, Flipendo. Yeah. Flipendo. Dus... En ze tokenskaart moest hebben. En die heb ik nu bij Fred en George, dus... Voor de rest goed kijken. En ja. Ik kan niet jammer genoeg alle kaarten halen. Ik vind het gewoon echt zo kut. Dat geef ik ook zelf toe, maar ja. We gaan nu gewoon lekker hier zo overheen. Lekker. Echt overheen. Ja, ja. Echt onderdoor? Nee, echt overheen. Erin? Nee, echt overheen. Maar... Eén ding hebben ze hier wel doen gedaan, want... Ze hebben geprobeerd om deze, zeg maar, niet... Wat ook weer, jezelf niet vast te laten lopen, maar dat kan dus wel, als je nu hier zo terug gaat, en jezelf hier zo in laat vallen. Oh wacht, daar zit wat. Dat wist ik nooit. Echt waar, sinds wanneer zit dit hier? Sinds wanneer? Zeg het me. Dat wist ik echt nooit. Wauw, Albus Bergmans heeft echt gelijk. Zelfs na al die jaren op zijn staan, kun je nog steeds secrets vinden. Wauw, Bergmans had gewoon fucking gelijk.
Oh ja, dat is Nearly Headless Nick, oftewel House Nick, die we ook al in de vorige playthrough I am Nearly Headless Nick, the Gryffindor House Ghost. Hallo. Now, this is a save game book. When mooi, nu kunnen we het spel opslaan, want automatically be saved. Twee van die afleveringen the game will restart from this point, nu. If you faint. Maar, dat boeit me eigenlijk you can also load a saved game from the main woehoe, menu. Dat wil ik. Goodbye. Oh, saved game from the menu, dat wil ik. Nou ja, adieu meneer Nick, Henk. Ik weet haast het over Henk in het Nederlands, dat weet ik wel. Nintendo! Oeh, de deur gaat open. Oeh. En nu gaat deze open. Nintendo! En ja, waar ik ook nog meer zin in heb, is gewoon de colorspellen spelen van Harry Potter, weet je. Voor de Game Boy Color en de Game Boy Fantasy wil ik echt hard gaan doen. Ja, zo wil ik ook nog wel meer dingen hard gaan doen, zoals Emma Watson, maar dat is niet belangrijk. En Oké, ja. Laat maar even. Zoals ik al zei dus. Daar zit gewoon echt zin aan. Ik weet ook niet waarom. Misschien is het wel gewoon de nostalgie die je er als bij hebt. Vooral met Harry Potter 2 van Game of Thrones heb ik echt zo vaak gespeeld. Dat ik gewoon echt bijna alle dingen weet te zitten. Want ik heb die save file die ik nu op mijn Game of Thrones heb staan. Ja, ik heb nog steeds een spelletje daarvoor. daar zo heb ik gewoon die save file maar één keer aangemaakt. En cast dat is een gewoon. Spell on this block. De rest heb ik gewoon niks aan gedaan, maar ik weet gewoon echt waar alles zit. Dus, die wil ik echt gewoon zo kaart gaan doen. Harry Potter 2. Voor de Game Boy Advance dan, want ik heb hem al gedaan. Ja. Ik kan misschien ook nog wel voor de GameCube ding doen, als ik zeg maar zo'n Dazzle of zoiets erbij ga halen. Ja, die moet ik ook nog halen, want ik ben nu even een keer geboren. Ja, ik weet het. Lach mij maar uit. Maar ja, dus dan wil ik zo'n Dazzle gaan halen, dat ik daar met die gaan sluiten, want ja, GameCube die heb ik niet. Want de GameCube versies die speel ik altijd bij een buurjongen, zoals jullie meestal weten, die al langer kijken. Dus dan zeggen ze van, ja, buurjongen dit, buurjongen dat. Maar ja. En echt, zoveel games hebben echt zonder nostalgische waarde, die ik ook nog wel gedaan heb, zoals mijn specifieke eiland. Dus mensen, ik geef jullie ook nog wel een tip. Als jullie een gamekanaal gaan beginnen, doe gewoon een game waar een hele nostalgische waarde aan zit. Want dan kun je ook tenminste vertellen van, oh ja, dit vond ik vroeger, weet je. Dus dat is alvast een tip voor jullie. Speel gewoon een game met een nostalgische waarde. Hoppa. Ja, dus ik krijg gewoon van dit soort commentaar van, oh ja, vroeger dat. Maar ja. Oh, hallo Ster. Oh ja, dit stukje. Dit kan nog best wel tricky zijn als je niet oplet, want zo meteen gaat hij weer naar voren. En bij de meeste kun je ook niet aan de zijkant vastpakken, dus dat is ook nogal kut. Ik ga heel vast bewegen. Zodat ik snel deze kant op kan. Maar ja. Ik moet dus ook nog de PlayStation 2 die mijn oom nu heeft. Moet ik misschien ook nog weer eens even terug gaan hosselen. Want dan kan ik ook nog Rayman 2 gaan spelen. En ja. Die, hoe heet het ook weer? Die heeft ook echt een fucking hoge nostalgische waarde bij mij. Dus ja. Ik heb hem echt zo vaak gespeeld, dat gewoon echt niet meer na. Maar niet dat ik veel gamede vroeger, ik was eigenlijk meer buiten, maar hey, ik heb tenminste nog wel wat te vertellen, weet je. Dus dat vind ik ook nog heel fijn. Oké. Nintendo. Flipendo dat ding dan. Nintendo. Oké, misschien werkt het wel zo. Echt waar, dat teamgeluid, dat klinkt echt heel gelijk op het geluid van Sega Dreamcast, vind ik. Ja, misschien kan ik ook wel ergens vandaan ons een Sega Dreamcast. Of als jullie een Sega Dreamcast hebben, geef het maar aan mij. Hoppa! Dan heb ik ook alweer wat te doen, dus ja. Oh, wacht, maar misschien kan ik nog wel mijn tv aansluiten op mijn monitor. En dus dan kan ik met, ja, misschien werkt het ook, maar dat ga ik gewoon niet doen. Daar hebben we ook geen zin aan. Hoppa! Oké, kom maar op. En wat had je anders verwacht? Een Nee, een Maar dus,
dat waren de tips van Rick. Nintendo. Oh, kut. Ik moet op dat ding staan. Oh, mooi. Daar is de deur. Hallo, deur. Ik kom eraan. Zoals Dick Durvold zegt van de vervangers. Dat heb ik echt de afgelopen tijd heel veel gekeken. Omdat ik mijn neef was en ja, die is nog op tv verslaafd. Maar ja, hey, hij tv verslaafd, ik game verslaafd. Hoppa, nee, ik ben niet game verslaafd, maar... Potter, they like to be. Oké, is goed. Young wizards. Volgens mij komen die in deel 3 niet meer voor. They move quickly and can be quite a nuisance. Oké, is goed. Waar zit ze? Ja. Nee. Blijf van me. Smek jezelf. Kutbeesten. Oh, daar zit Ster. Hallo, Ster. Ik weet wel waar de meeste secrets zitten, dus... Ja, we zijn niet klaar. Dan ga ik dan het eindigen met 40. Ja, 40. Hoppa. Ik denk dat je deze uitdaging goed hebt gedaan. Als je 40 hebt. Mr. Potter. You completed dank u, the challenge. Dank u. You collected all the shining stars. 20 points for Gryffindor. Oh yeah. Now, hurry on to broomstick practice. Ja, is goed joh. Back in the Gryffindor common room, Harry, Ron and Hermione talked about their exciting first days at Hogwarts. There was much talk about the break-in at Gringotts Wizard Bank. Ja, want er is ingebroken. But there was little time to dwell on this, since Harry and his friends were expected at their flying lesson with Madame Hooch. Oeh, Madame Hooch. Die lesbische vrouw. Dit ga ik gewoon in de volgende aflevering doen. Ik bedank jullie voor het kijken en ik zie jullie in de volgende aflevering. Aju.